Goedemorgen allemaal. Aan mij de eer om u welkom te heten bij dit webinar. Gezondheidsverschillen verkleinen onder ouderen, juist nu. Mijn naam is Katelijne Wittendorf en ik ben programmamanager Gezondheid en Migranten en Vitaal Ouder Worden bij VAROS, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. En van harte welkom op dit webinar. Wij hebben het afgelopen jaar gewerkt aan 3 kennisdossiers, waarbij we de status quo van kennis hebben opgemaakt op 3 thema's. 1 kennisdossier over inclusievere ouderenzorg en ondersteuning. 1 kennisdossier over dementiezorg. En eentje over dementiepreventie. En vandaag geven we graag een voorproefje van de kennis van deze dossiers. Specifiek gericht op gemeentelijke beleidsmakers. En dan licht ik graag even het programma voor u toe. Dat kan ik. Ja. We beginnen straks, begint mijn collega Jana Matijka met een presentatie van de uitdagingen en ongelijkheid in gezondheid binnen zorg en welzijn. Dan volgt mijn collega Helene Vellekoop over de oorzaken van gezondheidsverschillen bij ouderen. Gevolgd door nog een collega, Caroline Smits, die oplossingsrichtingen voor gelijke kansen op gezond ouder worden uiteenzet. Gevolgd door een panelgesprek met Marcella Braamskamp, beleidsadviseur gemeente Rotterdam. Hier staat ook Marilyn Heijme van de Raad van Ouderen, maar helaas kan zij door omstandigheden daarbij vandaag niet bij zijn. Tijdens de presentaties kunt u vragen stellen in de chat. En de laatste 10 minuten hebben we tijd om deze vragen te beantwoorden. En dat zal worden gedaan door mijn collega Roos Nicolsteen. Dan rest mij nog een paar huishoudelijke mededelingen. Dit webinar wordt opgenomen. En als u niet in beeld wilt komen, zet dan uw camera uit. De vragen kunnen dus in de chat gesteld worden. Liever niet tussendoor, maar op de laatste 10 minuten is er tijd en ruimte om deze vragen te beantwoorden. En na dit webinar zal de PowerPoint-presentatie nagestuurd worden en ook de opname. En dan geef ik nu heel graag het woord aan Jana Matijka, die iets gaat vertellen over de uitdagingen en ongelijkheid in gezondheid in zorg en welzijn. Ja, dankjewel Katelijne voor deze inleiding. Nederland vergrijst. En dat betekent dat er steeds meer 65-plussers zijn op steeds minder werkenden. Er is sprake van een dubbele vergrijzing. En dat komt omdat er 2 maatschappelijke ontwikkelingen zijn die tot die vergrijzing leiden. Het eerste is dat een grote groep mensen nu oud wordt. Dus de babyboomer generatie. En de tweede maatschappelijke ontwikkeling is dat de levensverwachting stijgt. Nou, en zo zie je in de grafiek heel duidelijk dat tussen, wat is het hier, 1980... in 2020 het aandeel ouderen behoorlijk is toegenomen. Voor 2040 wordt zelfs verwacht dat 26% van de bevolking 56 jaar of ouder is. Nee, sorry, 65 jaar of ouder is. Daarnaast is er sprake ook van een gekleurde vergrijzing. En dat betekent dat het aandeel migranten ouderen onder de groep ouderen steeds toeneemt. Dus op dit moment heeft 14% van de ouderen een migratieachtergrond. En in 2050 zou dat waarschijnlijk 25% zijn. Een andere verwachting is dat in 2030 1 op de 3 65-plussers in de 4 grote Nederlandse steden een migratieachtergrond heeft. Nou, en deze vergrijzing die brengt een aantal uitdagingen met zich mee. We komen handen tekort in de zorg en in het sociaal domein. En bovendien zijn er te weinig
mantelzorgers op de lange termijn. Meer ouderen betekent ook meer complexe problematiek. En de zorgkosten stijgen en de uitgaven voor het sociaal domein die nemen toe. En Vectus voorspelt zelfs dat de zorgkosten voor ouderen sneller toenemen dan de overige zorgkosten. Nou, we hebben hier te maken dus met behoorlijke uitdagingen. Maar daarnaast weten we ook nog dat er grote gezondheidsverschillen bestaan tussen verschillende groepen ouderen. En daar wil ik het nu graag over hebben. In de linkergrafiek zie je de gezonde levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Dus een man die op dit moment 65 jaar oud is en een lage opleiding heeft, die leeft nog gemiddeld zo'n 10 jaar in goede gezondheid. 65-jarige man met een hoge opleiding nog ongeveer 15 jaar. Dus een behoorlijk verschil van 5 jaar. En dit verschil zien we ook terug bij vrouwen. Als we dan naar de rechtergrafiek gaan, zien we daar het aandeel ouderen met functionele beperkingen naar inkomen. Functionele beperkingen, dat zijn beperkingen in zien, in horen of mobiliteit. Ja, en hier zien we dat de laagste inkomensklas veel meer kans heeft op functionele beperkingen dan de hoogste inkomensklas. Er is ook een onderzoek gedaan onder ouderen met een Turkse en met een Marokkaanse achtergrond. En zij rapporteren veel vaker functionele beperkingen dan ouderen zonder migratieachtergrond. Als ik het goed heb, was het tussen 60 en 70% van de ouderen met een migratieachtergrond dat functionele beperkingen rapporteerde. En zo'n 30% van de mensen zonder migratieachtergrond. Links, aan de linkerkant, zie je iets over eenzaamheid. Namelijk het aandeel ouderen dat zich eenzaam voelt, ook weer naar inkomensklas. Ja, en veel meer ouderen in de laagste inkomensklas voelen zich eenzaam dan ouderen in de hoogste inkomensklas. Over eenzaamheid is bovendien nog bekend dat mensen met een lage opleiding zich vaker eenzaam voelen. En mensen met een migratieachtergrond. Tot slot wil ik het nog even hebben over dementie. Er is in 2016 een groot onderzoek gedaan in de Nederlandse bevolking. En daaruit bleek dat ouderen met een Turkse, Marokkaanse en Surinaamse migratieachtergrond 3 keer zo vaak dementie hebben als ouderen zonder migratieachtergrond. En voor mild cognitive impairment was het zelfs 4 keer zo vaak. En dementie komt bovendien vaker voor bij mensen met een lage opleiding dan bij mensen met een hoge opleiding. Maar er zijn ook positieve geluiden en zeker ook beschermende factoren. Ouder worden kan namelijk ook gezien worden als een positief proces en geassocieerd worden met respect en met wijsheid. Dat kan dan weer voor meer welbevinden zorgen. En in sommige culturen hebben mensen toch eerder de neiging om ouder worden als dus positief proces te zien dan in andere culturen. En zo kan het dus ook onder sommige migrantengroepen, wat betreft dat aspect, meer bescherming of meer welzijn zijn. Ook religieuze activiteiten kunnen een positief effect hebben op het welbevinden. Zo was er een onderzoek onder Turkse ouderen of ouderen met een Turkse migratieachtergrond. En daaruit bleek dat religieuze activiteiten in de privéomgeving ook een beschermend effect hadden. Alhoewel dat in sterkere mate het geval was voor ouderen met een migratieachtergrond en met een hoge opleiding. Ja, dus tot nu toe hebben we gezien dat dat er dus eigenlijk behoorlijke gezondheidsverschillen bestaan. Ouderen met een lage ses, dus dat betekent met een lage opleiding of met een laag inkomen. En ouderen met een migratieachtergrond, die maken toch minder kans op een gelukkige oude dag.
Besef hierbij wel dat het gaat om tendensen, dus het zijn geen harde natuurwetten of iets. Er zijn ongetwijfeld ook laag opgeleide ouderen die heel oud worden en heel gelukkig oud worden. Er zijn dus ook beschermende factoren, maar goed, die verschillen, dat is ook wel een feit. Dat zien we wel echt terug. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk die grote uitdagingen in de ouderenzorg en in het sociaal domein. En dan zou je je kunnen afvragen, welk nut heeft het dan eigenlijk om nu ook nog in te zetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen? En moet je niet prioriteren en in eerste instantie ervoor zorgen dat die zorgkosten hoe dan ook afnemen? En daar kan je beredeneren. Ik zal je wel vertellen dat het wel nut heeft om in te zetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Je kan beredeneren vanuit het individu, de maatschappij en een economisch perspectief. Wat betreft het individu, staat in de universele verklaring van de rechten van de mens dat gewoon iedereen het recht heeft op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dus in die zin is de overheid gewoon ook verplicht om kansengelijkheid te waarborgen. Maar je kan ook zeggen dat het bovendien nog een positief effect heeft voor de gehele maatschappij. Want de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, die zegt dat ongelijkheid ons maatschappelijke veerkracht belast. Dus dat betekent dat wij, als er heel veel ongelijkheid is, dat wij eigenlijk niet goed gewapend zijn tegen crisissen. En de World Health Organization die voegt hieraan toe dat de maatregelen die genomen kunnen worden om gezondheidsverschillen te verkleinen, uiteindelijk ook iedereens gezondheid ten goede komen. En tot slot het economisch perspectief. Nou, zorgkosten zijn hoger voor mensen met een lage opleiding of met een laag inkomen. Zo hebben De Boer en collega's in 2019 een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat, stel nou de zorgkosten voor mensen met een lage 6, die waren net zo hoog als of net zo laag als de zorgkosten voor mensen met een hoge 6, dan zouden de algemene zorgkosten om 7% dalen. Dat is denk ik niet alleen maar mooi meegenomen, dat hebben we hard nodig. Voordat wij nou te horen krijgen hoe je dat dan doet, inzetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen, en wil ik graag het woord geven aan mijn collega Helene Pellekoop, die iets vertelt over de oorzaken van gezondheidsverschillen tussen ouderen. Super, dankjewel. Kan iedereen me goed horen? Ja, knikje. Oké. Alright, mag de volgende slide? Dankjewel. Ja, allereerst de opmerking dat dus ik ga het hebben over de oorzaken van gezondheidsverschillen. En ja, de oorzaken van gezondheidsverschillen zijn veelzijdig en complex. Dus laat ik daarmee beginnen. Maar om wat structuur te bieden, maken we gebruik van onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die eigenlijk 5 domeinen heeft geïdentificeerd die gezondheidsverschillen kunnen verklaren. En die staan hier op het plaatje. Dus we hebben sociaal netwerk, kennis en vaardigheden. En bij kennis en vaardigheden die voor gezondheid belangrijk zijn, kunnen we bijvoorbeeld denken aan geletterdheid. Dus kunnen mensen goed lezen en schrijven. Maar ook specifiek gezondheidsvaardigheden, daar hebben we het bij vaders ook vaak over. Maar dat zijn bijvoorbeeld zowel welke kennis hebben mensen al over gezondheid en ziekte, maar ook welke skills hebben ze om eventueel nieuwe informatie goed te kunnen vinden als dat nodig is. Dan hebben we goede, betaalbare en begrijpelijke zorg. Dus het gaat over de gezondheidszorg die er is. Werksituatie, bestaanszekerheid en leefomstandigheden. En uit het onderzoek van de WHO blijkt dat als er iets niet goed zit in deze domeinen, dat slechte uitkomsten wat betreft gezondheid kan veroorzaken. Dus dat verklaart een deel, maar dat brengt ons dan eigenlijk ook bij de vraag waar verschillen of slechte uitkomsten in deze domeinen vandaan komen. Waarom hebben mensen weinig bestaanszekerheid of een sociaal netwerk wat ze niet helpt. En dan wil ik graag de volgende slide als mag. Dat brengt ons bij het concept van fundamentele oorzaken. Het idee is dat dat eigenlijk een onderliggende oorzaak is
die invloed heeft op de WHO-domeinen. Dus de WHO-domeinen zijn eigenlijk een soort van intermediaire factor. En uiteindelijk leidt dat tot gezondheidsverschillen. En de volgende slide graag. Dus een voorbeeld daarvan is, iemand heeft weinig opleiding. Dat kan leiden tot fysiek zware werkomstandigheden. En dat kan uiteindelijk leiden tot bijvoorbeeld ernstige rugklachten op jonge leeftijd. En dan is dus weinig opleiding een fundamentele oorzaak. De fysiek zware werkomstandigheden, dat zit op het WHO-domein van werkomstandigheden. En dat, die ernstige rugklachten, die heeft niet iedereen. Dus dat is dan een gezondheidsverschil. Volgende slide graag. Nou, dit idee van fundamentele oorzaken wordt eerst opgeschreven door Link en Thielen in hun Fundamental Cause Theory. En zij focussen eigenlijk vooral op sociaal-economische status, dus SES. En zoals Jane al zei, bedoelen we daarmee vooral opleiding en inkomen. En het idee van Link en Thielen is dat mensen met een hoge SES meer toegang hebben tot middelen. En daarmee kunnen ze zichzelf eigenlijk een goede gezondheid voor zichzelf regelen. Dus die middelen zijn bijvoorbeeld geld, kennis, maar ook macht, status, nuttige sociale connecties. Volgende slide graag. Maar er zijn nog meer mogelijke fundamentele oorzaken denkbaar die ook ongelijke toegang tot middelen veroorzaken. En een mogelijke belangrijke is migratieachtergrond. En dan binnen migratieachtergrond zijn er nog verschillen afhankelijk van huidskleur en religie. Gender, seksualiteit, fysieke en mentale beperkingen zijn er nog meer. Het hangt ook af van de context. Volgende slide. En wat goed is om te bedenken bij het nadenken over de verschillende fundamentele oorzaken, is dat wij als mensen eigenlijk allemaal een hele veelzijdige identiteit hebben. Dus er komen allerlei factoren of fundamentele oorzaken bij elkaar. En die hebben niet allemaal hetzelfde effect. Dus het kan dat factoren bijvoorbeeld elkaar versterken. Dus bijvoorbeeld hoog inkomen en veel opleiding. Of laag inkomen en migratieachtergrond. Maar factoren kunnen ook een tegenovergesteld effect hebben. Dus bijvoorbeeld migratieachtergrond en veel opleiding. Of weinig opleiding en hoog inkomen. Of niet. Nou, om nog die relatie tussen fundamentele oorzaken en WHO-domeinen en gezondheidsverschillen wat duidelijker te maken, heb ik nog een voorbeeld. Het gaat over roken. Maar er is wat onderzoek waaruit blijkt dat stoppogingen van laag opgeleide rokers minder vaak succesvol zijn dan stoppogingen van hoog opgeleide rokers. En er is dan gevraagd waardoor dat komt. En mensen zeggen zelf dat dat bijvoorbeeld onder andere, dit is maar een deel van het onderzoek, maar onder andere komt door dat ze weinig steun ervaren bij het stoppen in hun sociaal netwerk. En dat er minder ervaren eigen effectiviteit is. En daarmee wordt bedoeld dat mensen misschien niet helemaal het gevoel hebben dat ze invloed hebben of controle hebben over hun eigen gezondheid. Of in dit geval het stoppen met roken. En wat we dus eigenlijk zien is dat de fundamentele oorzaak weinig opleiding dus effect heeft in dit geval, in dit onderzoek, op het WHO-domein sociaal netwerk, kennis en vaardigheden. Dus mensen met minder opleiding hebben misschien een grotere kans op een sociaal netwerk waar roken normaal is. Of in ieder geval waar het minder ontmoedigd wordt. Maar misschien, en mensen met weinig opleiding ook misschien, dus minder kennis en vaardigheden die hen het gevoel geven dat ze kunnen stoppen met roken. Volgende slide. En zoals ik zei, dit is maar een deel van het verhaal. Het onderzoek is veel groter, maar in ieder geval om aan te geven hoe dus die relatie een beetje werkt. En we zien ook dat er meer rokers zijn onder mensen die weinig opleiding hebben. 19% bij mensen die laag opgeleid zijn en 17,6% bij mensen die hoog opgeleid zijn. Volgende slide. En wat we vervolgens zien, dus dit is eigenlijk waar het dan linkt naar gezondheidsverschillen, is dat roken heeft natuurlijk allerlei gezondheidseffecten, maar het geeft ook een hogere kans op dementie dan mensen die niet roken. Dus mensen hebben 30% hogere kans op dementie in het algemeen en 40% hogere kans specifiek op de ziekte van Alzheimer. Dus het is best een verhoogde kans. En op die manier leidt dus die keten van oorzaak en gevolg tot verschillende prevalentie van dementie. Volgende slide graag. Nou, het goed is ook om te bedenken bij het nadenken over die WHO-domeinen is dat
iedereen te maken kan krijgen met problemen in een van die domeinen, ook als je een goede startpositie hebt, bijvoorbeeld qua opleiding. Waar fundamentele oorzaken vaak voor zorgen, of als je een slechte startpositie hebt op die fundamentele oorzaken, dat er een langdurige opstapeling is van problemen op die WHO-domeinen. En daar komen vaak de problemen van. Volgende slide graag. Mag ik de volgende slide? Ja, super, dankjewel. Dus wat een heel veel voorkomend gevolg is van slechte omstandigheden op die WHO-domeinen is chronische stress. Chronische stress is hartstikke ongezond, zowel gewoon wat het fysiek met je lichaam doet, maar ook dat het mensen bijvoorbeeld een grotere kans geeft op ongezond gedrag, zoals bijvoorbeeld roken. En als je hier een beetje in het plaatje kijkt van linksboven geldzorgen, dat linkt eigenlijk aan het WHO-domein bestaanszekerheid. En slechte woning, twee daaronder, linkt aan leefomstandigheden. Dus eigenlijk komen heel veel van de WHO-domeinen hier weer terug. En het chronische stress is ook echt een overkoepelend probleem wat relevant is voor al die WHO-domeinen en wat aandacht verdient, omdat het zoveel negatieve gezondheidseffecten kan hebben. Volgende slide, ik ben er bijna doorheen. Ik ga zo meteen het woord geven aan mijn collega Caroline, die gaat vertellen over wat kunnen we nou doen om die gezondheidsverschillen wat kleiner te maken. Maar eerst nog wat op iets theoretischer niveau. De techniek dat je even 2 of 3 keer moet doorklikken, want er vliegen dingetjes in. Maar het aanpakken van gezondheidsverschillen kan op verschillende plekken in die soort van keten van oorzaak en gevolg. Dus we kunnen bijvoorbeeld op die fundamentele oorzaken ingrijpen. Dus op landelijk niveau zijn dat bijvoorbeeld bij zorg voor de gelijke inkomensverdeling. Maar op lokaal niveau zou het kunnen zijn mensen helpen bij financiën, die in de schulden zijn gekomen. Of huiswerkondersteuning aanbieden voor kinderen uit vluchtelingengezinnen of andere gezinnen die recent in Nederland zijn gekomen, zodat ze een opleiding op hun niveau. Goedemorgen, omdat Helene bevroren is, zal ik haar verhaal even afmaken. Heel concluderend, dus die aanpak voor gezondheidsverschillen, die kunnen op 3 verschillende stappen in dat hele proces plaatsvinden. De eerste, op een moment van bij de overgang van die fundamentele oorzaken naar de verschillende domeinen waarop die effect hebben, bijvoorbeeld door de goede zorg en de vervolgers. Dus met die mooie samenvatting ben ik bij mijn verhaal beland. Want welke oplossingen zijn nou denkbaar op gemeentelijk niveau als het gaat om beleid? Want het is heel ingewikkeld. Dat is in ieder geval duidelijk uit het verhaal van mijn collega's Jane en Helene. Dus hoe pakken we dat dan aan uiteindelijk? Nou, Faros heeft, als het gaat om de aanpak van gezondheidsverschillen, een algemene visie. Namelijk vooral dat het een veranderopgave is voor iedereen. Op alle niveaus, dus niet alleen op gemeentelijk niveau, ook regionaal en ook landelijk. Dat je het moet aanpakken op het systeemniveau. Niet alleen beleid, maar ook in de praktijk. Ook vanuit de wetenschap, het onderzoek. En dat er een kwestie is van structuur en infrastructuur voor samenwerking, maar ook cultuur. Faros is voorstander van een adaptieve en een lerende aanpak. Met 9 principes als een kompas. En die gaan we zo meteen uitwerken. Dit plaatje vat nog eens samen wat Jane met name heeft uitgelegd. Dit heb ik toch ingesloten, zodat u straks als u de slides krijgt, nog eens op door kunt lezen. Het gaat nu even over die 9 oplossingen voor die hele complexe problematiek. En dan hebben we het over de 9 principes voor een succesvolle strategie. Om de verschillen duurzaam aan te pakken. Natuurlijk een brede domeinoverstijgende aanpak. Want we hebben het niet alleen over het gezondheid- of zorgdomein. Wij zijn ook voorstander van om te differentiëren waar nodig. Want
elk, gezien al die verschillen waar we die we net hebben vastgesteld, is het onzinnig om een soort one size fits all toe te passen. Want dan weet je dat het eigenlijk voor heel weinig mensen werkt. Benut de kansen in de verschillende levensfasen, juist ook bij ouderen. We weten dat het loont om preventie te plegen bij 65-plussers en zelfs bij 80-plussers is het nog kosteneffectief. Maar het is natuurlijk helemaal mooi als je in de jeugd of in middelbare leeftijd al preventie van verschillen kunt inzetten. Dan werk samen met de mensen om wie het gaat, want anders wordt het niks. Dan heb je een aanpak die niet valide is voor juist de groepen waar je op mikt. En mis je al die expertise die juist deze mensen hebben. Werk persoonsgericht, ik zou zelf zeggen ook werk netwerkgericht. Dus betrek ook de mensen in het sociale netwerk om die ouderen heen, als dat netwerk er is. Versterk het geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid. Wees daar realistisch in, want natuurlijk weten we ook wel dat de heilstaat niet opgebouwd wordt uit mensen die allemaal, alle Nederlanders, zo zelfredzaam zijn of kunnen worden. Maar laat mensen kleine stapjes zetten die haalbaar zijn en die hun ook het gevoel geven dat ze de greep op hebben. Nou, en het gaat om leren en experimenteren, ook op beleidsniveau. Geef die ruimte, geef elkaar die ruimte, leer van elkaars fouten, zodat je ook weet wat werkt en wat niet werkt. Dus ook hier zie je dan weer iets van structuur, maar ook iets van cultuur wat moet werken. Nou, goede monitoring en evaluatie. Gebruik daarbij, zodat je ook leert van wat er allemaal is ingezet en wat het heeft opgeleverd. Maar doe dat ook zo bescheiden mogelijk. In de zin van gebruik heel effectief de monitoring die er al plaatsvindt vanuit de GGD bijvoorbeeld. En werk aan borging van wat je allemaal hebt ontdekt en opgeleverd hebt. En dat betekent continue trainingen, continu agendering en werksamenwerking met allerlei opleidingen, met name de beroepsopleidingen. Nou, dit plaatje hebben we moeten lenen van onze zuidenburen, van de Vlamingen. Dit is heel aantrekkelijk, omdat het ook wel aan lijkt te sluiten bij die 9 principes. Dus het is een beetje de beleidscyclus die de beleidsmakers zeker ook wel zullen herkennen. Dus dat loopt van draagvlak creëren tot acties uitwerken, uitvoeren, evalueren en verankeren. Het lastige is dat dit zo'n model op zichzelf zinnig, maar uiteindelijk een soort linealiteit suggereert die er in de praktijk vaak niet is. En als het gaat om integraal samenwerken, dan zul je altijd zien dat jouw collega van het sociale domein of van economische zaken, dat die eigenlijk bijvoorbeeld in de actie-uitvoerfase zit, terwijl jij bezig bent met draagvlak creëren. Dus dit even als illustratie van het is ingewikkeld. Dus laten we proberen het wat eenvoudiger te houden. En dan focussen wij op 2 oplossingsrichtingen. Inclusief werken en integraal werken. En daar zal ik wat meer over vertellen. Of inclusief, ja waarom? Nou, op dit moment is het perspectief van ouderen, juist die ouderen in kwetsbare posities, onvoldoende meegenomen. En dat komt doordat het veel wetenschappelijk onderzoek juist deze groepen te weinig een stem geven, maar ook omdat het beleid wat er vervolgens op dat onderzoek is gebouwd, die fouten die tekortkomen onbewust meeneemt. Als het gaat om inclusief werken, doe dat dan op bestuurlijk, strategisch en op uitvoerend niveau. In alle beleidsstappen. Stel jezelf vragen over die structuur, over de cultuur. Werken we inclusief genoeg op dit moment, op deze plek?
wat weten we eigenlijk over die gezondheidsverschillen in deze wijk, in dit dorp? En wie doet mee? Waar baseren we dit op? Wie praat mee? En vooral wie nog niet? Dus de vraag is, is onze strategie inclusief genoeg? Denk dan aan zaken heel praktisch van wat we aanbieden. Is dat toegankelijk? En dan heb je het niet alleen over de OV en over de parkeerplaatsen, maar ook over de taal waarin we dingen formuleren. En dan hebben we het niet alleen over taal voor mensen uit een andere taalgroep. We hebben het ook over de locatie. We hebben het op de timing van onze activiteiten op het moment van de week of op het moment van de dag. Ook je financiële budgetten vormen een ingang om goed te analyseren en om te gaan om je beleid effectief te maken. Dus kijk goed uiteindelijk welke uitgaven voor welke groepen worden gepleegd, maar ook uiteindelijk waar die uitgaven daadwerkelijk ook besteed worden. Dus niet alleen op de begroting. En durf te differentiëren als het gaat om beleid maken. Ook al is er natuurlijk heel lang en op veel plekken het officiële beleid van we werken niet met doelgroepen. Je weet toch maar manieren te vinden om het specifiek te maken voor de groepen waar het juist om gaat. Dan de tweede richting. Integraal werken. Ja, waarom? Nou, dat is een soort ook een principieel verhaal. Hè? Dus health equity in all policies. Dus gelijkwaardigheid, gelijke kansen in alle beleidsvormen, in alle beleidstoepassingen. Dus een soort natuurlijk iets wat in de rechten van de mens belegd is. Maar vooral ook gewoon heel praktisch. De oorzaken van de verschillen, zo hebben Jane en Helene uitgelegd, die liggen in meerdere domeinen. Dus als je er eentje uitlegt, dat gaat niet werken. En ja, het wetenschappelijk onderzoek heeft ook laten zien dat zo'n integrale aanpak het beste werkt. Een integrale aanpak vraagt natuurlijk om een samenhangende manier van werken. Het stelt de behoeften van de doelgroepen en de eigen kracht centraal op een reële manier, op een haalbare manier. En het bevordert de integrale samenwerking binnen de gemeentes, tussen de verschillende portefeuilles, maar ook met de stakeholders daarbuiten. Dus de formele en maar ook de informele stakeholders. En uiteindelijk probeer je dat de gemeente een steunende en een regisserende rol in te nemen. Dit was een voorbeeld van de tools die er in Nederland al op verschillende plekken te vinden zijn. Het RIVM, VAROS. Ja, dus dat is gezond in. Ja, en nog iets om door te klikken straks als jullie de slides binnen hebben. Een paar mooie voorbeelden met video's van toepassingen van een integrale aanpak van verschillende gezondheidsproblematieken. Het probleem is, er is nog geen landelijke implementatie. En daarom laten we even kijken naar een aanpak die wel landelijk is gericht, namelijk de Gezond In bij de gidsgemeentes. Die is op ruim 150 plekken in Nederland toegepast de afgelopen jaren. En Gezond In is een stimuleringsprogramma vanuit de Rijksoverheid om die lokale aanpak van gezondheidsachterstanden aan te pakken. Dus door gemeentes te ondersteunen bij hun integrale aanpak, door advies op maat te maken bij de gemeenteambtenaren en bij lokale partijen. En door al die ervaringen, de expertise die is opgebouwd, te verspreiden en te delen en te integreren, zodat het voor iedereen toegankelijk wordt. En dat die aanpak ook beter onderbouwd wordt. Nou, bij Gezond In zijn een paar hele mooie voorbeelden van hoe je over de domeinen heen kunt werken. En ik zal er eentje uitlichten, namelijk de aanpak van armoede en schulden. Waarbij dan de aanpak van armoede en schulden is gecombineerd met het begeleiden van de geestelijke gezondheid en het aantrekkelijk maken en het stimuleren van bewegen. Nou, als laatste, dus nog de tips.
Die vanuit deze integrale aanpakken tot nu toe zijn opgeleverd. Van ja, dus werk er hard aan, maar bedenk je wel van het is echt een heel lastig probleem, wat gewoon jarenlang gaat vragen. Het heeft te maken met allerlei dieperliggende oorzaken. Dus het is gewoon slim om koppelingen te maken tussen die domeinen binnen de gemeente. Maar ook met concrete programma's als het gaat om ouderen zoals 1 tegen eenzaamheid, waardigheid en trots, de WOZO en de SPUC die eraan zitten komen. En als je gaat samenwerken, zoek naar de win-win. Dus denk niet te veel na over dat verschillende collega's of domeinen een heel ander uitgangspunt of andere officiële doelstellingen hebben. Kijk vooral naar waar je de gezamenlijke winst kunt zien. Denk aan een bestuurlijk draagvlak, maar bovenal, en daarmee wil ik afsluiten, zet de inwoners in de hoofdrol. En dan gaat het om ouderen, werk met hem van begin af aan samen en val niet in de kuil van dat je samenwerkt met alleen de ouderen die al in een sterke sociaal-economische positie zitten, die hun woordje wel kunnen voeren, maar denk ook aan die samenwerking met mensen bij wie dat meer investeringen geeft. Doe het steeds opnieuw en laat ze ook ongevraagd advies geven. Dus hiermee wil ik afsluiten en overstappen naar het gesprek met Marcelle Braamskamp. Welkom Marcelle. Even nog benoemen, Merlin Hemme van Noom is helaas toch op het allerlaatste moment verhinderd. Dat spijt haar zeer, dat spijt ons natuurlijk ook heel erg. Want zij is lid van de Raad van Ouderen voor de overheid. En van daaruit heeft ze heel veel ervaring, ook juist op diversiteitsaspecten. Nogmaals, welkom Marcelle. Marcelle Braamskamp is beleidsadviseur bij de gemeente Rotterdam. Op het domein welzijn en WMO. En ze heeft bovendien een heel relevant programma getrokken, Ouder en Wijzer. Marcelle, wil jij daar nog iets aan toevoegen als het gaat om jullie aanpak van gezondheidsverschillen bij ouderen? Ja, ik moet gelijk wel even... Horen jullie mij? Je staat nog op mute, denk ik. Ik moet gelijk wel even een kleine nuance aanbrengen, want ik ben zeker niet alleen de trekker geweest van het hele programma Ouder en Wijzer. Ik krijg er al warm van, want het is zo'n ontzettend breed programma. Daar hebben we echt met heel erg veel verschillende mensen op samengewerkt. Misschien wel goed om even die context mee te geven, want we hadden in Rotterdam in ieder geval de mogelijkheid om voor 4 jaar een programma in te zetten om wat meer de gemeente klaar te stomen voor de vergrijzing die natuurlijk volop bezig is en die zijn piek nog moet krijgen. In Rotterdam zie je daarbij ook vooral dat het aandeel van migrantenouderen in die groep van senioren ook echt wel aan het toenemen is. En we hadden het geluk om in 2019 het programma Ouder en Wijzer dan te kunnen opzetten. Dat hebben we niet alleen gedaan, maar samen met zo'n 100 partners in de stad. En dat varieerde van woningbouwcorporaties tot zorg- en welzijnsinstellingen, tot Alzheimer Nederland, tot ouderenbonden. Dus daar zat van alles in. En ik denk dat we daar een heel mooi programma van hebben gemaakt met 4 verschillende pijlers. De eerste pijler was vitaal oud worden. Dus aan de ene kant inderdaad allerlei interventies, valpreventie, zorgen dat beweegvaardigheden verbeteren. Maar aan de andere kant ook nadenken van ben je voorbereid op die toenemende kwetsbaarheid die kan komen als je ouder wordt. De tweede pijler was bij ons pijler vitaal. Daar hadden we heel veel dus de aanpak op tegen eenzaamheid. Zit daarin ook heel erg kijken van welke competenties en energie hebben mensen nog die misschien al wel met pensioen zijn, maar wel nog iets willen doen voor hun buurt en voor de stad.
Pijler 3 was wonen. Dus daar gingen we heel erg in op de doorstroom op de huizenmarkt. Passende woning, leeftijdsbestendig bouwen. Dus dat zat allemaal in die derde pijler. En ik zelf werkte voor de pijler zorg en ondersteuning. Waarin we aan de ene kant heel erg keken naar van... kunnen we niet beter samenwerken bij het afgeven van indicaties? Kunnen we niet meer contacten tussen welzijn en de eerste lijn, bijvoorbeeld met de huisartsen? Daar zat ook een actielijn in, aandacht voor mensen met dementie, waar ik dus verantwoordelijk voor was. Er zat een actielijn in op migrantenouderen. En dan ging het er specifiek om, dat we toch terug horen vanuit... ook vanuit migrantenorganisaties, dat mensen het moeilijk vinden om de weg te vinden naar de zorg en ondersteuning die er is. Dus dat wij misschien wel denken dat we een laagdrempelig WMO-loket hebben ingericht, maar dat dat eigenlijk voor hen niet zo laagdrempelig voelt. En daar wilden we dus een slag op slaan. En we kregen ook veel signalen dat als mensen wel aankomen bij die zorg en welzijn die er is, dat ze het eigenlijk niet altijd als passend ervaren. Dus daar wilden we ook op in gaan zetten. En het laatste waar ik mezelf veel mee bezig heb gehouden is met de dagbesteding. In Rotterdam zetten we in op dagbesteding, zowel zonder indicatie via welzijn als met een WMO-indicatie. Dan krijg je wat meer zorggerichte begeleiding ook daarbij. En daar zijn we ook heel erg mee bezig geweest van hoe kunnen we daar nou meer diversiteit in activiteiten en misschien ook wat meer cultuurspecifieke vormen van dagbesteding ontwikkelen, zodat mensen het als meer passend ervaren. Dus dat was even het totaal van het programma Ouder en Wijzer en mijn rol daarin. En ik denk dat ik meteen dan al, want ik heb natuurlijk met veel interesse jullie presentaties net gehoord, dan heb ik wel echt zoiets van, oh, we hebben ook in Rotterdam echt nog zoveel te doen om dat echt op al die niveaus goed te kunnen uitwerken. Maar ik denk wel dat ons programma wel een voorbeeld was van hoe je dat met 100 partners in de stad. En het is echt niet dat alle acties die in ons programma zaten ook door onszelf gefinancierd werden. Dat vond ik zelf ook heel mooi. Er zaten ook best wel wat acties in die gewoon door de partners zelf, waar middelen voor waren gevonden en die door de partners zelf getrokken werden. Waar wij dan wel gewoon als samenwerkingspartner op meepraten en over meedachten. Marcella, ja, graag. Ja, want mijn volgende vraag zou zijn, want jullie hebben heel duidelijk een integrale aanpak voor elkaar gekregen. En je vertelde al, je hebt heel veel, meer dan 50 partners waar je mee moet samenwerken. Van hoe ging dat met die samenwerking? Hoe kreeg je daar een beetje greep op? En geef ook een voorbeeld van als het niet goed ging en hoe je dat hebt weten op te lossen. Ja, we hadden denk ik aan het begin met wat bredere bijeenkomsten, zowel met groepen partners, dus met de groepen met alle welzijnsaanbieders, of met alle ouderenbonden samen. We hadden expert meetings georganiseerd, waar we bijvoorbeeld migrantenouderen ook bij uitnodigden. Dus we hebben in de beginfase heel veel geïnvesteerd op het ophalen van input, van wat houdt mensen bezig, wat vinden ze nou dat zelf passend is in zo'n actieprogramma. Dus daar hebben we veel in geïnvesteerd. Uiteindelijk hebben alle meewerkende partners ook gewoon een handtekening gezet onder het uitvoeringsprogramma. En toen zijn we gestart. En dan is het natuurlijk wel zo dat per actie er verschillende partners aan de lat staan. Om een paar voorbeeldjes te geven waar we in Rotterdam heel erg blij mee kunnen zijn, is dat we hier de Erasmus Universiteit, die heeft hier een migrantenpolie opgezet, waarbij bijvoorbeeld het diagnosemateriaal om dementie te kunnen vaststellen helemaal is aangepast op mensen met een migratieachtergrond. Dat is een project, daar hebben we als gemeente geen financiële bijdrage aan geleverd. Maar we zijn wel bijvoorbeeld aangesloten bij het ketennetwerk interculturele dementiezorg. Dus dat is dan een heel mooi iets waarop je kunt aanhaken en wat je
op die manier met PR en met het verbinden van mensen als gemeente kunt versterken. We hebben ook projecten bijvoorbeeld gedaan met een aantal welzijnspartijen en met de Unie van Vrijwilligers, waarbij we veel meer gekeken hebben van, als je kijkt naar de uitdaging die er is, dat hadden jullie ook al weer aangegeven van het schaarste aan het personeel. We zullen dus in de toekomst misschien nog wel meer een beroep moeten doen op vrijwilligers. We hebben ook een aantal projecten, bijvoorbeeld de sociale benadering dementie, waarbij die samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers echt helemaal top werkt. Maar dan moet je natuurlijk wel zorgen dat die vrijwilligers wel ook de handvatten hebben om daar goed mee om te kunnen gaan in zo'n situatie. Dat ze weten wat ze moeten doen, hoe ze het beste kunnen reageren, welke mogelijkheden ze hebben, wat ze ook kunnen doen om de mantelzorger te helpen, hoe ze signalen kunnen opvangen en ook kunnen doorzetten voor als er extra ondersteuning nodig is. En hoe doe je dat, Marcella? Hoe pak je dat aan? Wat is de rol van de gemeente daarbij? Nou, binnen de sociale benadering dementie is er echt een uitvoerende organisatie. Zijn er verschillende zorg- en welzijnsorganisaties die heel nauw die geworven vrijwilligers daarin begeleiden. Dus daar staan we als gemeente verder alleen maar als financier naast. Maar gelukkig is die expertise in de uitvoering. Bijvoorbeeld bij het project Wandelmaatjes hebben we specifiek met een aantal partners een project opgezet. Gecombineerd met onderzoek vanuit de Hogeschool Rotterdam, waarbij we echt gekeken hebben van wat vraagt het nou bijvoorbeeld aan skills bij de vrijwilligers? Waar moet je nou op letten bij de werving? En waar moet je op letten als je mensen gaat matchen? In dit verband hebben we dan wandelmaatjes aan elkaar gematcht met het idee van als je een gezamenlijke hobby hebt, dan is dat al een grote verbindende factor. En dan hoeft die dementie niet zo'n hele grote rol misschien meer te spelen. En dan houdt een vrijwilliger ook het vrijwilligerswerk langer vol. En Hogeschool Rotterdam is dan helemaal betrokken. En die doet dan dat onderzoek bij de verschillende organisaties. Van waar letten jullie hier op met de matching? Dus ik denk dat wel hele mooie, hele mooie resultaten heeft gegeven. Ja. Zeker. Dat is heel indrukwekkend. En als je nou één tip zou moeten geven, want we zitten al weer in de laatste minuut van het panelgesprek. Welke tip zou je willen geven aan je collega's in het land? Nou, als ik kijk naar gezondheidsverschillen en bijvoorbeeld inderdaad Rotterdam, dat je te maken hebt met zoveel verschillende migratieachtergronden in je stad. Wat bij ons wel goed werkt is werken met organisaties die veel sleutelfiguren in hun netwerk hebben. Dus die een hele brede achterban hebben. Omdat je zelf als gemeente, mensen hebben toch vaak ook een soort van wantrouwen naar de gemeente opgebouwd. Zeker als ze in een situatie van armoede zitten. Dat werken met sleutelfiguren en op die manier een project verbreden. Dat heeft bij ons heel goed gewerkt. Bijvoorbeeld, denk bijvoorbeeld aan iets als sociaal, vitaal en kleur. Waarbij je dan aan de ene kant, je zet mensen in beweging, want ze doen elke week een bewegenactiviteit. En aan de andere kant heb je een mooie ingang om die beweeggroepen ook voorlichting te geven over allerlei verschillende gezondheidsonderwerpen. Ja. Dus dat zijn interventies die bij ons heel, heel positief uitpakken. Ja. Dank je. En dat sluiten we aan bij de ouderen in de hoofdrol. Uiteindelijk de bewoner in de hoofdrol. Want dan kom je het dichtst erbij. Dank je wel, Marcelle. We kunnen nu alle vragen, niet alle, maar een aantal vragen aan de orde stellen. Dus ik vraag Roshni, mijn collega Roshni Kolsteen, van welke vragen zijn er binnen? Dag allemaal. Bedankt voor al jullie opmerkingen en vragen in de chat. We zijn ook al een aantal vragen aan elkaar beantwoord. Carolien, misschien een vraag voor jou. Die komt van de heer of mevrouw J. Smit. Is health equity in all policies
iets anders dan health in all policies? Nou, letterlijk niet. Want health in all policies is eigenlijk het uitgangspunt dat als welk beleid je ook ontwikkelt of uitvoert, dat je altijd moet kijken van wat de impact is van dat nieuwe beleid op gezondheid. En health equity, dan heb je het meer over de gelijkwaardigheid, de gelijke kansen als het gaat om gezondheid in het beleid. Ik denk dat het in... ik stel me voor, maar ik ben geen gemeentebeleidsmaker, dat het in de praktijk niet zo heel veel verschilt. Maar misschien zijn er andere mensen die daar meer over kunnen zeggen. Dankjewel, Caroline, voor dit antwoord. We hebben nog 8 minuten, dus ik zie nog twee andere mooie vragen. Misschien ook voor Marcella of voor een van de VAROS-collega's. Er zijn twee mensen, Marijke Wichtbol dus en Wilco Kruisberg, hebben een vraag gesteld over het betrekken van ouderen en de netwerken van ouderen in de beleidsvorming. Hebben jullie daar tips voor? Zal ik hem aan Marcella eerst stellen? Ja, om het bereiken van netwerken in de beleidsvorming, hè? Ja, en ook ouderen zelf. Dus de netwerken van ouderen en de ouderen zelf. Caroline gaf ook al aan, ouderen in de hoofdrol. Maar hoe dan? Nou, dat is zeker wel een lastige geweest ook voor ons. Want we hebben dat programma, heeft 4 jaar gedraaid. En we hebben dus aan het begin wel die input gedaan met allerlei ook bewonersbijeenkomsten. Op een gegeven moment hadden we zoiets van, ja, voor de duur van het programma richten we dan een klankbordgroep in. Dus daar zaten de ouderenbonden, Genero, zaten mensen van NOMA, van migrantenorganisaties. Maar dat is natuurlijk ook weer net een specifieke groep ouderen die sowieso gewend zijn om natuurlijk heel mondig en mee te praten. En nu zijn we wel, want we willen nu eigenlijk een soort doorstart maken, zeker op het gebied van dementie, voor weer de nieuwe collegeperiode. We zijn nu wel heel erg aan het nadenken van hoe kunnen we bijvoorbeeld mensen met dementie of migrantenouderen gewoon continu ook een wat grotere rol geven. En ik heb dan zelf wel zoiets van, ik denk niet dat dat gaat lukken met een soort structurele overleggroep. Maar ik zoek nu bijvoorbeeld meer naar steeds incidentele momenten waarop je ontmoetingen met bewoners of deelnemers aan verschillende projecten organiseert. En dan zou je per bijeenkomst bepaalde vragen kunnen stellen of kijken wat ze merken in de praktijk van de acties die je hebt ingezet. Maar dan betekent het niet dat ze zich moeten committeren om voor een bepaalde tijd in een soort klankbordgroep te gaan. Dus we zijn nu heel erg aan het kijken naar dat soort oplossingen. Maar bijvoorbeeld gistermiddag hadden we een bijeenkomst bij ons in IJsselmonde. En dan hadden we bijvoorbeeld met een soort lotingsmanier hadden we een aantal mensen geselecteerd om mee in gesprek te gaan. Ja, en toen hebben we echt best wel veel brieven verspreid en uiteindelijk kwamen er 3 mensen. Dus het blijft toch echt wel een uitdaging om een manier te verzinnen die ook echt zo mensen aanspreekt om ook echt te komen. En ja, dus we zoeken nu ook bijvoorbeeld naar gewoon standaard activiteiten die al plaatsvinden, waarbij wij dan misschien ook eventjes mogen aansluiten om nog met een aantal mensen in gesprek te gaan. Dus dan gaan ze al bijvoorbeeld naar een beweegclub of naar een gezellige koffieochtend. En dan proberen we daar nu op aan te haken. Dus we zijn aan het zoeken van hoe kunnen we daar inderdaad verbreding op krijgen. Ja, dat sluit heel mooi aan bij de tips die VAROS heeft als het gaat om mensen een stem geven. En dat is inderdaad van zoek ze op waar ze toch al komen, wat voor hun hun gewone leven en werkplek is. Ik stel voor dat we, als we straks de sheets en de materialen nog toesturen, dat we daar nog een linkje aan toevoegen waarin die ook wat dat betreft wat houvast kunnen geven.
vanuit het programma Ouderen en Gezondheid, maar ook vanuit dat programma Gezond In. Ja, ik had ook al een klein linkje in de chat toegevoegd over het bereiken van groepen in een lage sociale economische positie. Dan wil ik graag nog een vraag stellen aan Helene. Die stond ook in de chat. Ik kan even niet zien van wie. Het staat al in het chat. Maar is migratieachtergrond op zichzelf al een fundamentele oorzaak? Of hangt een migratieachtergrond samen met andere fundamentele oorzaken? En moet daar dus op gefocust worden? Sowieso bedankt voor de vraag. En ik denk inderdaad dat migratieachtergrond met veel dingen kan samenhangen. Maar dat betekent niet per se dat we niet aan zich ook op migratieachtergrond kunnen focussen. Wat ik nog, de laatste slide waar ik niet aan ben toegekomen, wat ik daarin zei, is dat de relatie tussen een fundamentele oorzaak en hoe dat verder effect heeft, dus bijvoorbeeld op WHO-domein, dat is niet een natuurwet. Dat is niet in beton gegoten dat het altijd zo is. Dus als we bijvoorbeeld training geven aan zorg- en welzijnsmedewerker om, waardoor ze eigen vooroordelen en stereotype beelden beter bij zichzelf herkennen, waardoor er misschien minder, minder discriminatie is en meer goede zorg ook voor mensen met een migratieachtergrond is, dan is het effect van migratieachtergrond veel kleiner. En als we allemaal helemaal tolerant zijn en ook mensen met een migratieachtergrond net zo goed een baan kunnen krijgen en net zo goed in een mooie wijk kunnen wonen, dan uiteindelijk is het geen fundamentele oorzaak meer. Dus we kunnen inderdaad ook ingrijpen op dat deel van hoe gaan we als samenleving om met mensen met een migratieachtergrond. Maar het hangt inderdaad, het komt vaak voor dat mensen met een migratieachtergrond ook een lage 6 hebben. Maar als je alleen focust op die lage 6, beantwoord je niet het hele, of dan los je niet het hele probleem op. Dankjewel Helene voor je antwoord. En dan ga ik naar de laatste vraag en dan geef ik het woord weer terug aan Katelijne. En deze wil ik aan Marcella stellen. Veel gaat digitaal, dat is ook een trend nu. Wat is je advies met betrekking tot ouderen in kwetsbare situaties en hen te betrekken? En dan in relatie tot online manieren die wij geprobeerd hebben om... Ja. Nou, dat is inderdaad wel... kijk, we hebben een heel breed, hele brede inzet op het verbeteren van digitale vaardigheden. Dus mensen die willen en in de gelegenheid zijn, die kunnen inderdaad via de bibliotheek en via andere organisaties in Rotterdam trainingen volgen in omgaan met een laptop, met een iPad. Dus daar zetten we wel breed op in. Er zijn ook verschillende pilots geweest in Rotterdam, waarbij we bijvoorbeeld zeker in die coronatijd geprobeerd hebben om via online manieren toch een vorm van ontmoeting, manieren om wat een leuke cursus of zo te volgen online. Maar ik moet zeggen, dat vraagt nog steeds wel heel erg veel begeleiding. Dus we hebben nu ook een aantal projecten waarbij dan een vrijwilliger ook de eerste keren thuis komt om iemand te helpen van nou, hoe kom je nou in zo'n groep en waar moet je allemaal op klikken om mee te kunnen doen. Dus, maar ja, dan is het ook weer echt een knelpunt van dat we niet genoeg vrijwilligers kunnen vinden om daarbij te helpen. Dus het is, het is een uitdaging. Ja. Ja, aan de ene kant zie je echt wel nu een groeiende groep senioren die wel gewoon digitaal vaardig is en mogelijkheden heeft. Maar aan de andere kant ook nog wel echt een serieus grote groep, ja, die toch gewoon het liefst fysiek iets afspreekt. En we zijn nu ook bijvoorbeeld bij dagbesteding, hebben we verschillende projecten waarbij we dus ook online dagbesteding hebben. Ja, proberen we toch wel te kijken dat mensen misschien eerst fysiek en dan daarna ook via de begeleider van de dagbesteding de stap durven zetten naar digitaal. Dus het blijft inderdaad een beetje zoeken en ja, toch gewoon inzetten op verschillende vormen. Wat bij de een past, past bij de ander niet. Dus, maar ik denk, ja, gezien de schaarste die er aankomt in zorg- en welzijnspersoneel, ja, ontkomen we er ook niet aan, denk ik, om voor een deel digitale diensten
te gaan aanbieden. En ik denk dat daar ook wel hele mooie mogelijkheden voor zijn. Zeker. Dankjewel, Marcella. Ik zie ook een mooi antwoord nog op aanvulling op de vraag aan Caroline over health policies van onze collega Mirre. Dan allemaal dank voor het beantwoorden van de vragen. En dan geef ik tenslotte het woord aan Katelijn en Mittendorf. Hartelijk dank allemaal. Het is 12:00, dus we gaan afsluiten. Heel erg bedankt voor uw aanwezigheid en uw aandacht. Met name heel erg veel dank voor Marcella Braamskamp voor haar waardevolle bijdrage. Tot slot zouden we het heel fijn vinden als u heel even na kunt denken over de vraag in beeld. Hoe kunnen we samen optrekken in het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen ouderen in jouw gemeente? Het zou heel fijn zijn als u daar even over na wilt denken en een antwoord wilt zetten in de chat. Want dit geeft ons houvast en handvatten om u nog beter te kunnen bedienen met kennis. We laten de chat nog een paar minuten, nog 10 minuutjes openstaan, zodat u de tijd heeft om daarover na te denken. De opnames en de powerpoints ontvangt u binnenkort. En we zullen de kennisdossiers nasturen wanneer ze af zijn begin volgend jaar, 2023. En daarmee wil ik heel graag afsluiten. Heel erg dank voor uw aanwezigheid en uw aandacht. En heel veel succes met dit onderwerp in uw gemeente.